toen ben ik begonnen zeg maar, met het aanleggen en onderhouden van tuinen. En dat hebben we uitgebreid dat ik toen de tijd alleen begonnen ben. Op de fiets mijn tuintjes deed en later kwam er een auto bij. En ja, we zijn met de tijd meegegroeid. En nu hebben we een bedrijf uit de grond gestampt, zeg maar, vanuit niets. Naar 12 mensen die hier werkzaam zijn en die dus op het gebied van tuinaanleg de tuinen aanleggen en onderhouden. En daarbij doen we alles wat op het gebied van tuinen zeg maar denkbaar is. Dus de tuinmeubels, de schuttingen, de vlonders, beschoeiingen. Nou, alles wat je zeg maar kan bedenken, dat kan door ons gerealiseerd worden. En dat doen we door heel Zuid-Holland. En daar ben ik dan in 1999 ben ik met Edo in zee gegaan, dat hij erbij gekomen is. En dat hebben we nu opgebouwd, dat we samen de kar trekken. En dat we dus het bedrijf door heel Zuid-Holland heen de tuinen proberen binnen te slepen samen. En de mensen aan het werk proberen te houden. En bijblijven op het gebied van tuinaanleg en onderhoud. En wij doen dat samen met heel veel plezier. En we hopen dat nog een aantal jaar te doen. Die passie zal er altijd wel blijven, denk ik, in het geheel. En we zijn wel van bewust dat het een luxe product is. Maar ik denk dat als je je werk goed doet en openstelt voor de klant. En dat het heel belangrijk is de wensen van de klant zichtbaar te maken in de tuin. Ja, dat wij wel een steentje bij kunnen dragen in het geheel. De band met Excelsior die is eigenlijk van oudsher best wel sterk. Ronald is daar een aantal jaren geleden mee begonnen. En ik ben daar later eigenlijk min of meer mee meegegaan. En dat ervaren wij zelf als heel, ik zou bijna zeggen, huiselijk, gezellig. Het is voor ons een stuk ontspanning. En we halen er ook, we proberen er ook wel een beetje te netwerken om daar ook wel wat werk uit te halen. Hoofdmoot is wel gewoon de ontspanning. En wat je daaraan aan klanten mee uithaalt, is meegenomen. En dat, het is grotendeels ook wel netwerken daar, mensen spreken, jezelf laten zien. Maar kortom, gezelligheid en ontspanning staat er eigenlijk wel bovenaan.